Welkom in de wereld van de ondernemer. Wij gaan praten over business en met name praten over businessmodellen. En dat gaan we doen met een specialist, Michiel Hogeboom. Michiel, van harte welkom. Jij werkt bij Business Models Inc., hè, heet het? Ja, dat klinkt heel stoer. Wat doen jullie? Het is ook heel stoer. Ja? Wij helpen bedrijven om te innoveren. Dat doen we samen met ze in co-creatie. En dan gebruiken we hele visuele tools om ze echt dat volgende businessmodel, die nieuwe waardepropositie te laten vinden. Mm-hmm. Nou, dat doen we internationaal. En dat zijn we al een aantal jaar aan het doen. En we hebben al meer dan 500 bedrijven geholpen om dat volgende businessmodel, die volgende waardepropositie te vinden. Belangrijk in deze tijd van verandering waarschijnlijk. Nou ken ik ondernemers een beetje en die zitten hier ook te kijken. En dat zijn niet altijd even grote fans van modellen. Dus ik ben heel benieuwd, zijn praktische mensen. Jij hebt 3 do's en 3 don'ts meegenomen als het gaat om hoe je nou met businessmodellen moet omgaan. Dat is een beetje de kapstok van dit gesprek. Dus laten we meteen beginnen met de eerste do die jij hebt meegenomen. En dat is bepaal je visie. Ja. Dat klinkt als een heel groot cliché. En dat cliché is ook helemaal waar. Yeah. Als je niet een visie hebt, geen ankerpunt hebt, dan weet je ook niet waar je naartoe wilt of gaat bewegen. Hmm. Dus daar moet je echt starten als ondernemer. Maar is een visie iets praktisch of gaat dat hoog over? Want visie is vaak heel cliché in de zin van, ik wil de wereld verbeteren, maar bijna op dat niveau. Moet een visie ook op zo abstract zijn? Nou, je moet in een visie wel weten waar je naartoe wil. Dus het abstractieniveau, dat kan je zelf bepalen, maar het moet wel een grond geven om vooruit te willen. Je kan dan zeggen, ik wil groeien. Groeien is voor mij iets wat ik heel erg belangrijk vind. Ja, ja. Of ik ben juist op zoek naar continuïteit. Bij veel familiebedrijven zien we dat die continuïteit echt heel belangrijk is. En dat is dan je visie. En dat is dan je visie. Dat je een lange termijn, dat je als bedrijf wil voortbestaan. Staan. En een visie naar 10 jaar vooruit is niet meer. Dus we kijken echt, als je dan kijkt, echt naar 2-3 jaar vooruit. Wat wil je dan daarin bereiken? Dat is voor ons wat wij visie-ambitie noemen. Maar is een visie ook, ik wil de komende 2 jaar zoveel mogelijk schoenen verkopen? Of is dat geen visie? Nou ja, dat zit dan heel erg, dan zit je heel erg op groei. En dan ben je daarmee bezig. En wat ook kan, en dat is ook hetgene waar we ook wel heel vaak wat zien, is dat je zegt van ja, het verkopen van schoenen, dat is het product wat je wil doen. Maar voor wie wil je dat ook doen? Mm-hmm. Dat zit er dan ook echt in. Mm-hmm. En waarom wil je die schoenen dan verkopen? Mm-hmm. Wat ligt daar dan achter? Een mooi voorbeeld hierin is Carla. Carla heeft een slagerij in Voorschoten, overgenomen van de vader, met de 2 broers samen. Carla bestaat, of is dit een... Dit, Carla bestaat echt, je kan erop zoeken. Ja. En Carla, daar hebben we gesproken over de visie. En wat Carla zei, joh, ik hoef niet de grootste, de beste te zijn, maar ik wil de slagerij van de toekomst zijn. En dat is heel mooi, als je dat haakje hebt, en dat wil ik uitbouwen. Maar wat is de slagerij van de toekomst dan? In godsnaam, vlees toch vlees? Nou ja, en dat is bij Carla is dat dan de zoektocht waar ze op naartoe gaat. Hm. Is dat dan nog wel vlees? Aha. En wie is dan mijn klantgroep die past bij de slagerij van de toekomst? Hm. Maar als je dat haakje hebt en je merkt dat je ergens op aangaat wat je wil veranderen, waar je naartoe wil, dan kan je ook naar je business gaan kijken, je businessmodel gaan kijken, waar je die dan moet gaan veranderen. Oké, bij een schoenenverkoper zou het kunnen zijn, ik wil dat ik de vrouwen er zo mooi mogelijk uit laat zien door mijn schoenen. Of zo. Ja. Dat zou dan een iets spannender doelvisie zijn dan alleen maar ik wil schoenen verkopen. Juist, en daar zeg je al een aantal dingen bij elkaar, want je zegt daarbij ook al voor wie je het wil zijn. Ja, ja. En eigenlijk ook wat je voor je doelgroep wil zijn. Je wil dat ze er spannend uit gaat zien. Nou, dat is ook wel precies waar wij op zoek naar zijn. Wij zijn ook niet zozeer op zoek naar dat product, maar wat zit er nou achter het product? Wat wil je klant daarin bereiken? Zonder visie geen zakelijk succes? Of? Zonder visie geen zakelijk succes. Goed, dan gaan we naar het tweede. En er zit een soort verloop in, tenminste daar ga ik zomaar vanuit. Ja. De tweede do die je hebt meegenomen. Het gaat niet om het product. Dus het gaat niet om het vlees of om de schoenen. Precies, hè? Wat je net aangaf bij de schoenen, dat is het niet. Het gaat erom, wat wil jouw klant ermee bereiken? Een voorbeeld hierin is ook als je boren verkoopt. Mensen komen niet een winkel in om een boor te kopen. Mensen komen de winkel in omdat ze een gat in de muur willen boren om iets op te hangen. Ja, ze willen mooie schilderijen. Ze willen mooie schilderijen in een kamer. Ja, ja. Dat is de achterliggende taak die hier ook zit. En we hebben daar ook veel onderzoek, en er is veel onderzoek naar gedaan. En een onderzoeker van de Harvard Business School, Clayton Christensen, die heeft ook de vraag gehad, hey, waarom kopen mensen nou milkshakes voor 8 uur 's ochtends? Dan zou je zeggen, oké. Okay. Kopen mensen milkshakes voor 8 uur 's ochtends? In Amerika kopen mensen milkshakes voor 8 uur 's ochtends. En de vraag waar ermee op pad is gegaan is, waarom doen mensen dat nou? En dan kom je eigenlijk terecht bij de taak die erachter ligt. En de achterliggende taak hier is dat ze niet om 9:30 honger willen hebben.
Mm-hmm. En dan kom je er ook op uit dat je niet alleen concurreert met de milkshakes van de concurrent, maar ook met de donuts, de Snickers, de bagels. Maar niet met een gezonde boterham. Misschien. En niet met een gezonde boterham, want dit is Amerika. Ja, ik wou zeggen, vreselijk triest als de ontbijt, en, als de range van ontbijtmogelijkheden zo uitziet. Oké, maar dus ook hier gaat het weer niet om product. Geldt dit alleen voor echt ondernemers die met een product bezig zijn, of kun je dit ook toepassen op een dienst? Hetzelfde geldt voor als je met diensten aan de slag bent. Mm-hmm, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. En hij is ook breder dan alleen maar die taak die mensen moeten doen. Hè? Dus dat is echt de fysieke taak of het probleem dat mensen willen opgelost hebben. Daaronder ligt namelijk ook nog eens een emotionele taak die je voor elkaar moet krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van de milkshake waar we net waren. Dan zie je ook nog eens dat mensen die milkshake willen gebruiken tijdens het rijden, de autorit, naar hun werk. En in Amerika zijn het langere commutes die er zijn. En in die tijd willen ze wat te doen hebben. Dus er zit ook niet alleen een fysieke taak, ook een emotionele taak zit erachter. En er zit ook nog eens een sociale taak achter. Ja, ja. Dus je moet het echt ook ontleden wat die klant bij jou komt doen en wat die klant bij jou ook zoekt. En dat kan een fysiek product zijn. Ja. Of een dienst. Of een dienst. Dan kan me dit fysieke voorstel wel voorstellen dat het feit dat hij denkt dat hij goed bezig is met zijn milkshake is natuurlijk relatief. Want om mensen elke ochtend een zootje suiker naar binnen te douwen is natuurlijk, maar dat is een andere discussie. Dat is een andere discussie die we... Maar voeren jullie die wel als mensen met een heel hoogdravende missie het gaat niet om het product, maar het gaat om de deur. Maar ondertussen zijn ze eigenlijk een heel slecht product. Dat is natuurlijk wel een discussie die je vandaag de dag steeds meer hebt. En dan kom je een stukje terug op die ambitie. Bij Carla en richting, bij Carla ook. Daar hebben we ook eerst de discussie over gehad. Waar gaat die wereld naar naartoe? Ja. En wat je ook ziet is dat consumenten steeds meer en bewuster worden van wat ze willen. Willen ze nog wel vlees? Ja. De slager... De vegetarische slager was ook een mooi voorbeeld die we met haar hebben gebruikt in de weg die we met haar zijn gegaan. En wat je dus ook bij Carla ziet is dat we zijn gaan kijken wie komt er bij jou dan ook in de winkel? Mm-hmm. En wat je bij Carla ook zag dat er in de winkel kwam, waren mensen van boven de 40. Gemiddeld was het 53,7. Qua leeftijd wat mensen die bij haar in de winkel kwamen. En wat je dan merkt, is dat zijn consumenten die last gaan krijgen van zoutproblemen, suikers. Dus daar moet je een bepaald assortiment op inrichten en op neerzetten. Ja, ja. Dus op die manier kan je dus ook aan je assortiment bouwen. Doordat je goed weet wie je bedient in de winkel. Ik ben benieuwd naar het. Uiteindelijk wil ik de drie doos weten hoe het met Carla gaat. Want zeker. Ik zie die uitdaging wel degelijk, op een hele andere manier een slagerbedrijf te runnen en andersom te gaan. Ja. In plaats van alleen maar de kiloknallers eruit. Jesse. De derde do die je hebt meegenomen. Ga het gebouw uit. Ja. En wat bedoel je daarmee? Nou, dat het niet gebeurt bij jou op de tekentafel. Maar dat je naar je klant toe moet gaan. Het start en het beginpunt zit echt bij het observeren van jouw klanten. En dat klinkt als een paradox van een bedrijf die werkt met modellen en schetsen op de tekentafel. Het mooie is om een uitgangspositie te maken. Ja. Dus als je een schets zelf maakt, en dat doen we ook vaak, is dat van tevoren zeggen, hoe ziet jouw klant er nu uit? Maar daarmee gaan we dan naar buiten. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld wat we met Carla hebben gedaan. Hè? Carla hebben we ook gezegd, Carla, hoe goed ken je klant nou echt? Carla, die ken ik. En toen hebben we Carla echt uitgedaagd. En Carla die heeft in 1 week tijd 1100 klanten ondervraagd. Gewoon hoe doet je dat nou? Op de achterkant van de kassabon. Ja. En als mensen wilden meewerken, een plakje worst als beloning. Zo heeft ze een soort van enquête of zo achter op de kassabon? Gewoon een enquête achter op de kassabon. En mensen vullen dat ding in? Waarom kom je bij me? Hoe oud ben je en waar woon je in welke buurt? Nou, dan hoef je zelfs het gebouw niet uit. Maar met het gebouw uit bedoel je, zoek daadwerkelijk die dialoog met die klant. Ja. Hoe die jou ziet en wat die van jou verwacht. En wat je dan ook merkte bij Carla was dat Carla dacht, ze komen hier voor het vlees. Maar het vlees stond wel natuurlijk in de top 3. Mm-hmm. Maar op de eerste plek stond niet het vlees bij Carla. Wat dan? Parkeren. Oh ja? Het was zo makkelijk om bij haar te parkeren. Dat is ook lullig. Zitten zich helemaal te focussen. Dus vandaar ook, hè, waar we het net over hadden, over het product. Ja. Het gaat om je producten en je diensten bij elkaar. Maar bij haar was het dus ook gemak, omdat ze makkelijk konden parkeren. Dat gemak is heel erg belangrijk bij haar, om naar binnen te kunnen rijden. Het andere waar ze achter kwam, was dat er ook een doelgroep niet bij haar binnenkwam. En dat zijn de jonge gezinnen. En als je de slagerij van de toekomst wil worden, dan heb je die jonge gezinnen ook. Ja, ja, ja. Dus wat we daar hebben gedaan, is met Carla samen gekeken, hoe ziet dat jonge gezin er nou uit? Wat zijn die taken die ze voor elkaar moeten krijgen? Mm-hmm. Wat zijn de pijnen die ze daarbij voelen?
En wat zijn de winsten die ze kunnen behalen als ze die taak goed uitvoeren? Dat hebben we in kaart gebracht met haar. Gewoon op post-its op een muur met haar geplakt. En toen zijn we gezegd, oké, maar als wij dit nou denken, dan moeten we dat wel gaan toetsen. Dus toen zijn we met Carla naar de jonge gezinnen toegegaan. En hebben bij 15 gezinnen biefstuk staan bakken tijdens het spitsuur door de week. Om inzicht te krijgen in wat er nou daadwerkelijk die klant drijft. Een leuk idee. Super idee. Ja, hey, en dan zit ik te denken, we hebben nu 3 do's gehad, zometeen 3 don'ts. Ja. Verandert nou, want ik hoor wat je hier zegt, maar verandert nou het businessmodel ook essentieel van Carla? Want in de kern blijft zij toch, op dit moment wat ik zo hoor, blijft zij gewoon een winkel, een slagerij die vlees verkoopt. En het businessmodel is, klanten kopen vlees en zij koopt goedkoper in en daardoor draait ze winst op het vlees. Dus ja. In de essentie verandert haar businessmodel toch niet? Nou, je kan ook zeggen, hè, het fysieke winkelgedeelte waar ze die oudere klant ontvangt. Maar wat je ook bij haar heel erg ziet, is online. En je ziet ook dat ze online businessmodel van haar ook in ontwikkeling is. Je ziet een aantal partijen die echt vlees online aanbieden. Oh, ja. En daarmee ook een hele andere manier service. Jonge gezinnen die gewoon vlees online bestellen. En dan krijg je daarbij ook nog eens dat gezinnen en je klanten daar meerdere profielen in hebben. Hmm. Dus ze bestellen door de week, willen ze gemak. En willen ze het vooral snel kunnen ophalen bij je. En in het weekend willen ze iets speciaals, iets bijzonders. Dus je ziet ook nu speciale barbecue partijen ontstaan die echt online heel mooi vlees aanbieden. Ja. Dus je ziet dat ze daarmee ook echt significant het businessmodel verandert. Ja, ja, ja. Maar het is niet zo dat ze 1 businessmodel uitzetten. Eigenlijk wat je dus ziet, is dat ze in haar businessmodel vooral ook nieuwe waardeproposities toevoegt. Mm-hmm. Het evolueert. Ja. Ja. De don'ts. De eerste don't die je hebt meegenomen is 1 oplossing. Vertel. Ja, de single right solution. Ik heb er geen mooi Nederlands woord voor. Maar als je dan dat werk hebt gedaan en je hebt goed gekeken naar... De enige goede oplossing is dat in Nederland. Ja, precies. Ja. Nou, ik heb geprobeerd de enige één oplossing. Ja. Maar als je dat, als je dan het voorwerk hebt gedaan en je weet goed wat die klant wil, waar de pijnen zitten van de klant en waar de opbrengsten van de klant zit, dan moet je dat ook gaan vertalen naar een waardepropositie. Een product, diensten bij elkaar die dat probleem of die taak aanpakt waar die klant mee zit. Hmm. En dan wil je inzoomen op de pijnen die ze hebben. En je wil inzoomen op de winsten die ze kunnen krijgen. Dus je wil daar ook echt een goed verhaal op kunnen vertellen. En er is niet 1 oplossing. En dat hebben we ook met Carla gezien. Er zijn gewoon meerdere oplossingen, ideeën die je hebt, die naar nieuwe waarden kunnen toevoegen. Mm-hmm. Dus ga niet blind staren op zoek naar de Holy Grail. Zorg ervoor dat je de 3 of 4 naast elkaar zet. Ja. En ga daar dan mee experimenteren. Kun je tot de conclusie komen dat er geen oplossing is als bedrijf? Het ligt eraan, ja, je kan er tot de conclusie komen, er is geen oplossing voor wat wij nu doen. Nou, ja. En daarin kan je dan ook zeggen, oké, dat betekent dus dat een heel groot deel van ons businessmodel moeten we doorstrepen en we moeten opnieuw beginnen. Ja, 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 ja. En een aantal dingen wat wij key resources noemen, zijn niet meer relevant en die moeten we dan eruit snijden. Ja, ja, ja. Bij V&D... Is dat wat lastig, want dat was bijvoorbeeld een hele zo duur vastgoed. En een groot personeel. Ja. Maar ja, dan betekent dat als ondernemer dat je dan ook daadwerkelijk echt keuzes durft te maken. Ja, want je noemt V&D. Aan de andere kant van het verhaal is Bijenkorf. Ja. Die hebben echt iets heel stoers gedaan door de doldwaze dagen. De grote moneymaker van het oude businessmodel uit te zetten. Ja. En op te schalen naar het hoogste segment. Ja, ja, en dat getuigt voor lef. En dus ook keuzes maken. Helder. Bla, bla, bla. De tweede don't. Dat, ja, het lijkt me een logische, maar hoe bedoel je hem? Ja, hij is tweeledig uit te leggen. Dus het bla, bla, bla. Wij geloven dat strategie echt voor iedereen is. Mm-hmm. En dat je ook strategie kan maken. Dus op het moment dat je aan iemand aan tafel zit en zegt van, wat vertel jij me nou? Ik kom er niet uit. Vraag dat dan ook gewoon. Nee. En probeer dat ook gewoon in hele praktische taal met elkaar neer te zetten en te overleggen. Ja, dus maak het niet moeilijker dan dat het is. Dat het is. Schrijf niet zulke dikke businessplannen. Nee. Ik noem het ook wel eens tactiek. Wat vind jij daarvan? In plaats van strategie klinkt meteen zo moeilijk. Terwijl tactiek klinkt al gewoon tactischer. Van hoe moet ik? Want jij zegt ook 2 jaar vooruit. Ja, 2, 3 jaar precies. Jaar ja, max vooruit. Ja. En zodra het ingewikkeld wordt voor jouw gevoel, dan moet je dus aan de bel trekken en ook snappen niet meer. Precies. En terug eventjes naar die tekentafel en dan heb je het gewoon te complex gemaakt. En daarbij is het inderdaad strategie en tactieken die eronder liggen,
om er dan te komen. Is er een verschil, want jullie hebben qua klantenportfolio waarschijnlijk grotere en kleinere ondernemers. Is er een duidelijk verschil als het gaat om blabla, dit is niet geheel een open vraag, tussen de grote corporates en de wat kleinere MKB'ers? Je ziet dat de grote corporates daar natuurlijk wel veel meer in die businessplannenmakerij vastzitten. Hè? Ja. Vastzitten in die, wat wij dan noemen, het bierveeltje aan de linkerkant, de executiemodus. Ja, ja. Die moeten hun omzetten halen, die moeten hun shareholders waarde laten zien. Terwijl ondernemers veel praktischer zijn en ook aan de rechterkant van het bierveeltje terecht kunnen komen. Waarin ze op zoek kunnen gaan naar die nieuwe klant, naar die nieuwe waardepropositie. Ja. Dat kunnen ze makkelijker doen. Ja. Als een ondernemer erin gelooft. Kan die gelijk gas geven. Ja, bij een corporate is het gewoon een heel team wat overtuigd wordt. Dus de snelheid zit daar vooral. Ja, en bij een ondernemer is het ook zijn eigen geld. En voelt dat ook veel echter. Ja. De andere kant van blablabla is ook een hele belangrijke. En is dat alles wat je tot nu toe hebt neergezet op papier, hebt onderzocht, is nog niks. De proof is in eating. Je moet het doen. Je moet het gewoon doen. Ja. Met kleine experimenten. Zonder dat je hele grote investeringen op de voorkant doet. Ja. Met Carla zijn we daar ook mee bezig, met hele kleine experimenten. Ja, ik vind het geweldig. Het idee van ik wil de jongere doelgroep leren kennen. Dus ik ga bij een gedeelte van die doelgroep gewoon 's avonds vlees bakken en met hun kletsen. Dus natuurlijk een geweldig idee. Maar ook eng. Super confrontaties. En hetgene wat ontzettend leuk is, dat krijgen we keer op keer terug. Grote klanten. Als je interesse hebt voor je klant. Dan gebeuren er enorm bijzondere dingen. Ja, ja, ja. Als je aan tafel komt, ik kom je niks verkopen. Maar ik kom van je leren. Ja. Nou, dat is geweldig. Ja. Van VP's corporate tot aan de keukentafel waarmee we met de kinderen zaten. Ja. Die krijg je dan ook gewoon als klant. En Carla zei ook letterlijk, door die 50 keer biefstuk bakken, heb ik nu nieuwe klanten voor het leven daarbij gekregen. Ja, ja. Dus op die manier, ga testen, proberen en experimenteren. En doe dat op een hele makkelijke manier. Ga niet van tevoren alles al inrichten. Bedenk vooral, wat is hier nou de grootste aanname in die ik doe? Mm-hmm. En daar ga je een idee bij verzinnen om aan te pakken. En tot slot doe het niet alleen. Alleen doen is een don't, staat er als laatste. Absoluut, ja. Het is, we zitten echt in een nieuwe tijd met elkaar. Mm-hmm. Waarin je als ondernemer dat niet meer alleen kan doen. Wat bedoel je met niet alleen? Met andere ondernemers of met collega's? Of met, allemaal. Leveranciers. In eerste instantie echt met je collega's, met je bedrijf. Neem je medewerkers erin mee dat die wereld aan het veranderen is. En dat je daarom ook bezig bent met het experimenteren, met het zoeken naar dat nieuwe businessmodel. Je zal twee dingen zien. Ze gaan begrijpen en niet tegenwerken. En aan de andere kant zullen ze ook ideeën gaan aandragen. Hey, heb je hier wel eens aan gedacht? En ik zie dit zo. En ze kunnen je ook helpen om de experimenten uit te voeren. Zoals bij Carla. Ze heeft verteld, we gaan aan de slag. En de kassabonnen, op de achterkant de vragen, dat heeft ze door het personeel laten doen. Dus daarmee schaal je ook in één keer. En je doet het gewoon in de werkzaamheden die dagdagelijks zijn. Je gaat er niet apart voor onderweg. En ook met het biefstuk bakken, doe dat met zoveel mogelijk mensen uit je bedrijf. Want je krijgt ook verschillende perspectieven. De andere kant is, doe het ook met leveranciers samen. Ja. En andere partijen, want die hebben invalshoeken die jij zelf niet hebt. Mm-mm. Ontstaan steeds meer businessmodellen die niet meer alleen zijn. Waar partnerships de sleutel zijn om de business te laten groeien. Hoe gaat het met Carla inmiddels? Het gaat goed met Carla. Ze zijn echt nu onderweg vanuit met experimenteren. Dus ze zijn nu bezig om te kijken hoe ze die klant in de winkel kunnen krijgen. Die jonge gezinnen. Mm-hmm. En ze zijn nu aan het experimenteren of ze daarin voor de kinderen wat kunnen doen. Dat het nog leuker wordt voor de kinderen om naar de winkel te gaan. Dus Carla is bezig met een experiment rondom de vier handpoppen die ze heeft ontwikkeld. Een spaarkaartactie om te kijken of ze daarmee die tractie krijgt. Het interessante wat Carla daar wel bij doet is van tevoren vaststellen wanneer iets succesvol is, ja of nee. En dat betekent, en dat is ook wat Carla teruggeeft, wat gaaf. In mijn eigen bedrijf, waan van de dag, die heb ik. Maar tegelijkertijd ben ik ook met mijn toekomst bezig. Maar dan wel op een manier die controleerbaar is, beheersbaar is. In plaats van zomaar doen. Dankjewel voor het toelichten van het fenomeen van business en businessmodellen. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken. Dag.